Nou, ik vind dat er heel weinig echte aandacht is voor mensen die dan zogenaamd van onderop de maatschappij komen. Hoe ze leven, waar ze behoefte aan hebben. Dat is ook een reden waardoor ik denk dat heel veel mensen naar rechts opschuiven in plaats van naar links. Verder vind ik het heel erg belangrijk als we het hebben over de klassenstrijd. Voor wie is dat nou? Dat we beseffen dat de mensen waar het over gaat voor een groot deel uit vrouwen en uit gekleurde mensen bestaan. En mensen met allerlei soorten achtergronden. En als je de klassenstrijd serieus wil nemen, dat je dan af moet van het klassieke beeld van de arbeider uit de fabriek. En dat je moet kijken welke mensen hebben het allemaal moeilijk. En dat is, mijn verhaal ging er onder andere over, dat dat het kapitalisme langzamerhand in alle hoeken en gaten van ons leven is gekropen zonder dat we dat meteen hebben gemerkt. Dat er heel veel mensen zijn die voor niks werken, dus ook mantelzorgers, alleenstaande moeders. Maar ook ontzettend veel mensen in dienstverlenende sector zitten en daar te weinig betaald krijgen. Nou, dat zijn mensen die zich vaak niet zo makkelijk laten organiseren. En ik vind dat wij als serieus links, die bezig zijn om te kijken hoe kunnen we een betere maatschappij maken, al die mensen erbij moeten betrekken, serieus moeten nemen, moeten kijken wat die nodig hebben, kijken hoe we ze bij elkaar kunnen krijgen. Nou, dit en nog heel veel meer staat in het nieuwe boek van Anja Meulebelt, Brood en Rozen. En dat is te koop. Dankjewel hoor.